Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. I'm back. Ik was vorige week eigenlijk al een nieuwe vlog begonnen, maar deze week was eventjes een minder fijne week. Dus ik heb uiteindelijk besloten om eventjes niet te vloggen. Maar goed, nu is alles weer oké. En nu heb ik ook weer heel veel zin om even te gaan vloggen deze week. Ik heb namelijk echt best wel een leuke week. Ik ga daar nu even een kleine inleiding in geven en dan de rest zien jullie gewoon deze week. Dit heb ik nog niet verteld, maar ik heb een nieuwe baan. Of tenminste, het is een baan op oproepbasis, maar wel echt heel erg leuk. Zoals jullie misschien inmiddels wel weten, de zon komt er even doorheen, ben ik echt dol op kinderen. Ik vind het echt super leuk om met kinderen te werken. Ik heb natuurlijk ook lesgegeven een tijdje. En nou ja, ik heb altijd al heel erg een passie gehad voor kinderen en werken met kinderen. En nou ja, ik vind het altijd gewoon heel erg leuk. En nu heb ik altijd gezegd, als het me even niet lukt om op het toneel te staan, dan zou ik heel graag kinderbegeleiding willen doen. En nu heb ik die kans gekregen om dat te gaan doen. Dus ik ga het vooral op oproepbasis doen. In het theater, maar ook bij films en commercials, nou ja, tv-dingen, dat soort dingen. Dus ik ben echt mega excited daarvoor. Ik heb morgen mijn eerste meeloopdag bij een commercial. Commercial met twee kinderen en ik word eerst gewoon helemaal meegenomen. En ik ga het gewoon een beetje leren allemaal wat mijn taken zijn. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Vind ik ook wel heel spannend, maar ook heel leuk. Dus dat heb ik morgen. En ik ben daarvoor ook een EHBO-cursus aan het halen. Waar ik over 2 weken of zo mijn klassikale dag slash examen voor heb. Dus ik ben nu vooral online dingen daarvoor aan het leren. Maar ja, echt superleuk. Ik ben echt zo blij hiermee. Dit is echt een hele fijne kans die ik heb gekregen. En ik ben gewoon echt heel blij dat ik me nu daar echt in kan gaan verdiepen. En er meer over kan leren. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik was dus net bezig met die EHBO-cursus. En nu komt Daan zo meteen deze kant op. En we gaan vanavond naar de parade. Gaan we nog 2 hele leuke voorstellingen kijken. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dus ik ga nu even verder met mijn EHBO-cursus. Ik ga hem niet helemaal afmaken. Maar gewoon even nog een hoofdstukje afmaken. En daarna ga ik denk ik eten maken. Dus dat is even de update die ik even wilde geven aan het begin van deze vlog. En dan wil ik natuurlijk ook even zeggen, leuk dat jullie kijken weer naar deze vlog. En we gaan er weer een leuke week van maken. Ik dacht, ik neem even een voice-over op, want wat is nou eigenlijk de parade? Nou, de parade is een theaterfestival die elke zomer door een aantal plekken van Nederland gaat. Je kan er voorstellingen bekijken, superleuk, allemaal verschillende. En je kan er ook lekker eten, drinken en er is een zweefmolen en het is echt gewoon super gezellig. Wij begonnen onze avond met de voorstelling van Ron van Zalmsaus met z'n drieën. Was echt fantastisch, hij maakt eigen muziek en het was echt helemaal de shit. En toen waren we daarna nog naar de voorstelling Welkom in de Middeleeuwen geweest. Ellen zat daarin en Ellen hebben wij mee in de Miserable gespeeld en het was echt ontzettend grappig. We hebben echt heel hard gelachen en het was echt een ontzettend leuke voorstelling. Dus helemaal blij dat we dat hebben gezien. En dat was onze avond bij de parade alweer. Superleuk. Oké, we zijn inmiddels alweer een dag verder en ik heb vandaag mijn eerste kinderbegeleidingklus gehad. En het ging super goed. Ik heb een dag meegelopen, wat echt super chill was. En ik ben nu wel echt heel erg moe. Zo'n eerste dag is toch altijd heel veel indrukken en heel veel. Gewoon heel veel. Maar het was super leuk. Dus daar heb ik echt van genoten. De parade was gisteren trouwens ook nog heel erg leuk. Ja, we hebben gewoon hele leuke voorstellingen gezien. En ik ben echt heel blij dat we daarheen zijn geweest. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik moet nog even avondeten, want ik heb wel dingen gegeten. Maar allemaal zo kleine dingetjes. Dus heb ik gelukkig nog een bakje eten staan. Dan ga ik dat lekker eten. En dan ga ik eigenlijk daarna gelijk mijn bed in, want ik heb morgen weer een drukke dag voor de boeg. Dus super. Het is ook zo dom, want ik moest dus helemaal nu naar het Daanse huis. En Daan woont echt aan de andere kant van Amsterdam. Omdat ik daar iets heel belangrijks vergeten was. Dus dat heb ik nu opgehaald. En nu ga ik weer terug naar mijn eigen huis. Zoveel gedoe, maar goed. He, we hebben het. Let's go.
Oké, ik heb dus vanochtend gewerkt. Ik heb stand-in werk gedaan. Ik zal er heel even kort iets meer over vertellen. Ik doe stand-in werk voor tv-programma's. Nou, en dat houdt eigenlijk in, als je een tv-programma hebt, dan moet dat programma natuurlijk ook gerepeteerd worden. En daar gebruiken ze vaak stand-ins voor. En die komen dan stand-innen voor, nou ja, of de kandidaat, of het publiek, of je doet meerdere kandidaten. Dan kan je af en toe ook verschillende mensen, zeg maar, even spelen. Zodat ze, zeg maar, iemand hebben om het programma mee te repeteren. Dat doe ik met nog een aantal anderen. Dus dat heb ik vanochtend gedaan. Ik moest daar om 9:15 zijn en ben daar tot 2:00 geweest. Ik ben nu thuis en het is nu 4:30. En ik weet niet of mensen dit herkennen, maar het is dus vandaag weer 30 graden. En ik krijg daar zo'n FOMO van. Als in, ik zit nu echt heel erg in een tweestrijd van, ga ik nu naar buiten en ga ik even ergens nog aan het water liggen? Terwijl eigenlijk heb ik daar niet echt zin in. Maar ik heb gewoon zo'n FOMO voor het mooie weer als ik binnen blijf. Volgens mij zijn er echt meer mensen die dit probleem hebben. Maar ja, ik kan het dan toch ook niet zo heel goed over mijn hart verkrijgen om dan nu hier thuis te gaan zitten. Terwijl ik best wel wat nuttige dingen hier thuis kan doen. Maar ja, ik kan dat dan gewoon niet. Dan moet ik toch naar buiten omdat het zo mooi weer is. Ja, vind ik best wel een irritante eigenschap. En ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel moe. Ik heb echt best wel 2 pittige dagen gehad. En vorige week was het natuurlijk ook best wel pittig. Dus ik ben gewoon moe. En ik weet ook niet zo goed waar ik zin in heb. Ik ga nu wel even naar buiten. Gewoon, dan heb ik het maar gedaan. Dan kan ik in ieder geval niet meer denken, oh, was ik maar naar buiten geweest. En dan zie ik het daarna wel. I'm back. Ik heb gisteren niet gevlogd, dus het is alweer 2 dagen terug, denk ik, dat ik voor het laatst heb gefilmd. Ik moest gisteren werken en het was gisteren. Ik had wel ook in de middag afgesproken met een vriendin. Maar ja, niet alles in mijn leven vlog ik. Dus dat had ik even expres niet gevlogd. Maar goed, I'm back. Ik moet vandaag weer werken. Superleuk. Die dagen zijn gewoon niet zo leuk. Want ik slaap gewoon uit. En dan doe ik wat dingetjes thuis. En dan ga ik naar mijn werk. Dus het is gewoon niet zo heel erg boeiend. Maar ik ben even bezig met een auditievoorbereiding. Die ik volgende week heb. Ik ben weer aan het zingen. Dat is echt lang geleden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd echt heel weinig zing. Wat eigenlijk gewoon best wel zonde is. Maar ik heb er gewoon de laatste tijd echt geen behoefte aan gehad. Dus het is goed dat er wel weer een beetje audities komen. Want dan ga ik ook dat zingen weer oppakken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja, het is alweer 3:30 en ik moet om 5:00 werken. En ik moet ook nog fietsen. Dus ik heb niet heel veel tijd meer. Want ik wilde eigenlijk ook nog even verder met mijn EHBO-cursus voor mijn kinderbegeleiding. Maar ik heb daar ook nog wel redelijk wat dagen voor. Ik ben dinsdag ook de hele dag vrij. Dus dan kan ik ook die laatste 5 opdrachten afmaken. En dat vind ik ergens misschien ook wel fijner. Want ik heb vrijdag die klassikale cursus. Dus waarbij ik alles eigenlijk moet gaan toepassen. En ik ben ook bang dat als ik het nu afmaak, dat ik dan weer een week er niet naar omkijk. En dat ik het dan allemaal weer een beetje vergeten ben. Dus het is misschien beter als ik gewoon dinsdag pak om alles te herhalen en af te maken. Dus misschien ga ik dat doen. Maar goed, oké, even een updateje van mij. Ik ga nu nog heel even verder studeren. En dan ga ik nog even wat dingetjes in huis doen. En dan moet ik denk ik alweer gaan. Mijn werkweekje zit er weer op. Vandaag weer even mijn laatste dienst gehad in de horeca. Dus ik ben nu lekker klaar met werken voor dit weekend, voor deze week. Ik moet even, jullie staan, het staat een beetje overbelicht heb ik het gevoel. Okay. Vandaag, ik ga even een stukje terug. Vandaag ben ik bij Judith langs geweest, want we hebben vandaag onze eerste aflevering van de podcast opgenomen. Daar heb ik een heel klein stukje van gefilmd. Dat ga ik nu even laten zien. Verdikke me. Dat heb ik toen toch nog gezegd? Ja, maar ik dacht dat het later online zou komen. Nee. Mensen weten dat die podcast er aankomt. Nou, kijk eens jongens. Niet zonder slag of stoot, maar er gaat wat aankomen. Oh. Absoluut. Hopen we. We onderschat het. Mijn god. Nou, we hebben dus net onze eerste podcastaflevering opgenomen. Mm-hmm. En toen stopten we en toen gingen we terugluisteren. En toen waren er allemaal storingjes in de microfoon te horen. En wij zo, nee. Het zou kunnen dat we deze aflevering nog een keer moeten opnemen. Nee, dat gaan we niet doen.
we hopen dat we het nog kunnen fixen. Zoals je ziet ging dat dus niet vlekkeloos. We hebben de eerste aflevering in principe opgenomen. Alleen de laatste, pak een beetje, 7 minuten. Toen deden we op een gegeven moment de oplader in de laptop. En toen begon dus de microfoon heel erg te storen. Dus de laatste 7 minuten zijn niet heel goed gelukt. Dus dat moeten we volgende keer als we afspreken fixen. Maar goed, we zijn er gewoon lekker mee bezig. En het komt vanzelf ooit een keer live. En dan laat ik dat helemaal weten. Maar het is op zich wel prima zo. Want we hadden gewoon niet heel veel tijd vandaag. Dus we gaan volgende keer gewoon dat laatste stukje even fixen. En dan nemen we gelijk meerdere afleveringen op. Zodat we gewoon achter elkaar kunnen plaatsen. In plaats van dat jullie nu een aflevering krijgen en dan 6 weken niet. Dus nou ja, we zijn er lekker mee bezig. Dat wilde ik sowieso even laten weten. En nu ben ik bij Daan thuis en ben ik op hem aan het wachten. Want hij is naar de parade met vrienden. En morgen ga ik gezellig met Sabrina afspreken. En het wordt heel mooi weer op morgen. Dus daar wil ik eigenlijk ook nog wel een beetje gebruik van maken. Ik weet nog niet wat ik ga doen alleen, maar... Dat zien we wel. Ik ga nu even lekker een serietje kijken en wachten tot Daan thuis komt. Hey, ik heb een lekker zomeroutfitje aan. Want het wordt vandaag 30 graden. Als je naar buiten kijkt, dan zou je dat niet geloven. Want het is echt bewolkt. Maar als het goed is, gaat straks de zon echt volledig schijnen. Dus ja, ik ga nu eventjes naar het centrum fietsen. Daar spreek ik af met Sabrina. En ik denk dat ik vanmiddag even de stad in ga. Misschien is het daar te warm voor, maar ik wil gewoon even wat doen vandaag. Oké, wij zijn net, Sabrina is hier, maar die had ik al gefilmd. Hallo. Wij zijn net naar Pantopia geweest, hier in Amsterdam. En daar hebben ze dus allemaal, nou echt, het is kunst. Ja, dit papiertje gaat wegvliegen, wacht even. Kijk even, we hebben een lekker croissantje met chocola, maar dit is gewoon kunst. Ik ben zo mooi. Het is niet normaal. Ik heb ook nog nooit zoiets gevoeld. Nee, het is echt kwalitatief. Het is echt kwalitatieve pastry. En nu gaan we het proeven. Cheers. 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 Ik wilde al gaan. Mm. Oh. Lekker. Ja, ik ken de kwaliteit al. Ik was al eerder geweest, dus ik heb een beetje gechuurd. Maar... Niet normaal. Het is echt wel lekker. Ga erheen. Uiteraard ben ik natuurlijk net als ongeveer heel de wereld ook gezwicht voor de viral komkommersalade. Ik ga hem vandaag maken met komkommer, roomkaas en zalm. Thuis kan ik het iets beter maken. Daar heb ik ook sesamzaadjes en sojasaus. Nou, daar heb ik iets meer liggen hiervoor, maar ik had een beetje trek. Het is 4 uur 's middags of zo en ik ga waarschijnlijk pas over 4 uur of zo avond eten. Dus ik dacht, ik moet even een snackie. Dus dan wordt het een komkommertje. Ik ga hem niet helemaal opeten, ik ga gewoon een stukje ervan snijden. En dan heb ik toch even een snackje. Het ziet er niet wel lekker uit, maar ik heb een variatie gemaakt met ketchup, zalm, roomkaas, komkommer en een beetje chilivlokken. Het zal vast lekker zijn. Oké. Ja, heel lekker. Hier had ik nou echt zin in. Het is echt 30 graden buiten ook, dus dit is echt een perfecte snack. Ik ben inmiddels weer in mijn eigen huis. Het is vandaag maandag. Ja, ik ga de vlog bij deze afsluiten, want dan kan ik lekker een nieuwe vlog beginnen. Mijn week wordt deze week heel druk, dus ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar ik ga uiteraard weer vloggen. En ik heb mijn oude vlogcamera weer terug, want die had Judith heel lang geleend. Ik film nu eigenlijk bijna alles met mijn telefoon, maar ik wil eigenlijk weer even proberen om de stukken dat ik thuis ben gewoon met mijn camera te filmen. En dan als ik onderweg ben mijn telefoon te gebruiken, omdat dit is ook niet optimaal, want mijn opslag op mijn telefoon vindt dit ook ingewikkeld. Ik ga dus bij deze de vlog afsluiten. Het is gewoon september, dus holy shit.
Ik moet zeggen, ik was eerst een beetje verdrietig dat de zomer nu voorbij gaat zijn. Of tenminste bijna. September kan natuurlijk nog best wel mooi worden. Maar ik heb nu ook best wel zin om gewoon lekker herfstige dingen te gaan doen. Dus ja, lang leven TikTok die mij daar toch enthousiast voor weet te maken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dan hoop ik natuurlijk dat jullie de volgende vlog weer lekker naar mij kijken. Oh, en heel erg bedankt nog voor alle leuke reacties onder de vorige vlog. Ik heb ze allemaal gelezen, allemaal gezien en dat vind ik echt super lief. Dus dankjewel en dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doei doei! Thank you.